Hallo tovenaars, heksen en natuurlijk dreuzels. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van mij op mijn kanaal. Mijn naam is Mattia en ik ga jullie meenemen in de wondere wereld van Harry Potter. Ben je nu voor het eerst hier? Vergeet dan niet om op de abonneerknop te drukken en het belletje aan te klikken, zodat je nooit meer Harry Potter content vermist op mijn kanaal. Wat we vandaag gaan doen is het doorspitten van mijn Pottermore account. Laten we maar meteen beginnen. Op mijn vorige video kreeg ik een reactie van de lieve Trinsel. En zij zei, misschien voor de volgende een tour door je Pottermore account. Ik heb dus al heel lang geleden een Pottermore gedaan. Dit is, zal ik maar zeggen, de site die bepaalt door middel van een vragenlijst. Dat is officieel volgens mij uitgebracht door J.K. Rowling en zo. Die ervoor zorgt dat jij in een huis geplaatst wordt. En je kan ook je patronus en volgens mij ook je toverstaf bepalen op de website. Dus dat heb ik allemaal al heel lang geleden gedaan, toen ik nog niet van plan was om iets te delen online over Harry Potter. Dus ik heb geen idee meer wat ik precies allemaal heb ingevuld en of je dat überhaupt kan zien. Maar ik ga jullie meenemen. Laten we het er gewoon bij pakken. Oh, het heet tegenwoordig Wizarding World. Wist ik niet. Ik heb mijn webcam eventjes klein gemaakt. Ik hoop dat dit groot genoeg is voor jullie. Ik heb mijn Wizarding Passport geopend. En er staat heel groot: Mattia Koolhout. Dat is mijn naam. Oh. McKinney heeft het op de heupen. Zoals je ziet in mijn kanaal, of in mijn paspoort, is dat ik Gryffindor ben. Laten we vooral naar beneden gaan. Favorites. We all have our favorites. What is yours? Oké, dat kun je eens kiezen. Your wand. Oké, beechwood with a dragon heartstring core. 12.5 inches. And solid flexibility. Als ik hem zo zie, vind ik hem niet heel mooi. En wat is beechwood? Staat ook meteen Harry Potter bij. Beukenhout. Gevoelige snaar. Is dat letterlijk? Used in a reference to one's deepest feeling of love or compassion. Dat past wel bij me, denk ik. Dus een beukenhouten stok met een draken heartstring core. I like it. En dan een vrij solide, dus niet echt puikbaar. Er staat solid flexibility. 12.5 inches. Ik heb echt geen idee waarom dat niet gewoon in centimeters is. Maar goed. Dat weet ik niet hoe lang dat is. Zou dat zo lang zijn? Deze is van Hermeline. Hij lijkt er niet op. Terwijl ik wel denk dat dit ook beukenhout is. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb me nooit echt heel erg verdiept in de staffen binnen Harry Potter. Laten we verder kijken. Ik kan nog dit doen. Dit heb ik dus nog nooit gedaan. We all have our favorite. What are yours? Nou, laat ik dat maar gewoon doen. Oké, characters. Oké, take your pick. Choose your favorite from the 6 sections above. Be warned, you can only have 3 to share at the end. Oké. Oh, damn. Dit zijn zoveel namen. Oh. Delphine Diggory. Oh my god. Die moet je weten. Oh, dit zijn zoveel namen. Ja, wie is nou echt mijn favoriet? Ik vind dat altijd zo lastig. Ik vind het wel grappig. Emma Watson is een ram. Dat ben ik ook. Dus op een of andere manier voel ik me daardoor een beetje connected to Hermione. Ja, ik hou wel van Hermione. Ik ga even doorscrollen of ik nog betere namen zie. Ik zeg ook altijd Neville Longbottom. Minerva McGonagall. Nee. Ja, er staat gewoon Nagini. Oké. Newt Scamander! Oh my god. Ik vind ze allemaal leuk. Maar wat? Voor wie ga ik? Voor wie ga ik? Met wie heb ik echt de meeste compassion? Hey, waarschijnlijk zullen er meerdere zijn die beter bij me passen, maar die niet zoveel voorkomen. Dat ik me niet genoeg background story heb van hun om er echt full on voor te gaan. Ja, ik ga dan denk ik voor Nagini. Dat is toch een klein beetje. Ja, ik ga gewoon voor Nagini. I mean, ik moet ook aan Nagini mijn kat denken natuurlijk. Oké, spells. Oh ja, mijn favoriete spel.
Expecto Patronum is wel mijn favoriet. Maar dat kan ook zijn omdat het mijn donation sound is. Ben ik daarvoor biased? Oh, je kunt er straks nog meer kiezen. Oh, ik heb objects en food. Nou, zeker niet die flavored beans. Er zitten kei ranzige tussen. Objects en food, oké. Okay. Oeh, wat is mijn favoriete object? Deadly Hallows, vind ik leuk. Vind ik de Time Turner? Ja, de Time Turner is een veel te overpowered iets in Harry Potter. Dat is gewoon... Dat ze een Time Turner zo'n overpowered item geven aan Hermione Granger vind ik nog steeds mindblowing. Zij kan gewoon de hele geschiedenis veranderen. En ze geven het aan haar om meerdere lessen te kunnen volgen. Klein stukje ongelovigheid dat ik hier heb. Maar goed, het kan wel. Ze hebben er natuurlijk heel veel vertrouwen in. En ze heeft ook het niet misbruikt. Op een klein beetje natuurlijk met Sirius Black. Oh, Time Turner. Ik neig heel erg naar Time Turner omdat die gewoon zo overpowered is. Ik hou wel een klein beetje van power. Jelly's Marauders Map. Oh ja, die vind ik ook heel leuk, de Marauders Map. Golden Snitch, ook tof. Maar is het toch net allemaal... Oh, ik twijfel heel erg. Flu Powder, nee. Er zijn echt ook wel een paar die ik kan afvinken dat ik denk, ja, leuk dat het in dit lijstje staat. Maar ik twijfel tussen Marauders Map, de Time Turner en de Deadly Hallows. Ik voel me zo'n basic chick als ik Time Turner zeg of Deadly Hallows. Maar ik ga toch voor de Time Turner dan. Oké. Okay. Places and Transport. Oké. Okay. Ik denk dus dat ik... Oh, dit moet ik even doorlezen. Bobatons. Ik weet niet eens hoe dat eruit ziet. King Cross Station is gewoon iets super tastbaars voor dreuzels zoals ik. Ik ben er geweest en het heeft gewoon iets magisch. Ik ga hier voor King's Cross. Maar eigenlijk vind ik alles wel cool. En dan Beast and Beings. Waarom kan ik hier niet voor Nagini kiezen? Hier zou ik voor Nagini willen kiezen. Wat is Nagini? Een Maledictus. Staat hij ertussen? Een Maledictus. Nee, die staat er niet tussen. Damn it. Ik vind dus echt mega vet dat Crookshanks... Crookshanks, zeg ik dat goed? Ja, dat is het niet. Een kniezel. Is dat, kan ik dat kiezen? Ja, een kniezel. Ik weet niet precies wat een kniezel is. Maar Crookshanks is een half ervan. En ik vind het gewoon een beetje bij me passen. Ga ik denk ik wel... Ja, ik ga voor kniezel. Ik zit nog even te denken. Ga ik voor Nagini? Ik denk dat ik toch voor iemand anders ga. En waarschijnlijk verwachten heel veel van jullie dat ik voor Cedric Diggory ga. Maar Cedric Diggory... is een bad boy. Ik denk dat ik dan toch meer kan identificeren met Hermione Granger. Dus ik kies toch voor Hermione Granger. Maar als ik nu kijk, hè, heb ik een Time Turner die ook gerelateerd is aan Hermione Granger. Dan heb ik Hermione Granger en heb ik Kniezel, wat ook weer gerelateerd is aan Hermione Granger. Dus misschien is het een beetje one-sided, maar ik denk dat dat ook maakt dat het gewoon super goed bij me past. Quidditch teams... Hier, dit boeit me letterlijk niks. Dus deze ga ik ook gewoon niet delen. Want ik heb helemaal niks met Quidditch. Dus choose and share. Choose three to share. Oeh. Dan kies ik de kniezel, omdat ik die een beetje... Ja, kniezel. Ik denk dat ik niet voor haar ga. Hermione Granger. Ik kies dan voor Expecto Patronum, omdat die ook een groot licht geeft. En ik vind het ook een hele mooie quote van... Albus Dumbledore. Even in the darkest of time, remember to turn on the light. Zoiets. En dan moet ik ook gewoon een beetje aan Expecto Patronum denken. Dus dat vind ik ook heel mooi. En dan zit ik nog te twijfelen tussen King Cross en Time Turner. Weet je wat ik doe? Ik kies voor King's Cross. Create and share. Adding a dash of house pride. Oké. Okay. I'm a Gryffindor, Kniezel, Oké, dat hebben we gedaan. Hey, ik wil terug naar mijn pagina. Oké.
Kijk, dit is dus ook leuk. Mijn Patronus is een nambling cat. Nou ja, dat had denk ik iedereen wel verwacht dat ik een kat zou zijn. Een nambling cat betekent... Ja, dat is een kattenras. Die ik overigens niet heb. Nagini is een Britse korthaar. Nambling is eigenlijk een beetje een soort blauwe rus. Ik denk dat mijn volgende kat een nambling wordt. Dat is ook mijn Patronus. Dus ik had dit zo verwacht. Ik had dit... Kijk, je kunt dit invullen dat je denkt van, oh, ik krijg nu iets. Maar ik ging echt super blank hierin. Van, het maakt mij echt letterlijk niet uit wat voor een Patronus ik krijg. Nambling Cat. Ik vind het helemaal mooi. Gryffindor met een Nambling Cat. En dan allemaal leuke dingen. En nog een eikenhouten wand. Wie had dat gedacht? Ik wist het niet, in ieder geval. Nou, je kunt nog veel meer hierop doen, hoor. Ik kijk eigenlijk te weinig... Kijk, hier kun je meteen op de website Get Sorted Now. Nou ja, dat heb ik dus al gedaan. Find Your Wand. Oké, maar dat gaan we niet doen. Ik heb jullie even mijn Pottermore, of nou Wizarding World, laten zien. Ik ben helemaal blij met hoe het eruit komt. Ik denk dat je hier ook niet... Dat er niet mogelijk is dat je niet blij bent hierbij. Want uiteindelijk kies je alles gewoon naar je gevoel. En wat je gevoel... Dan komt er ook uit wat je het liefste wil natuurlijk. Dus, mocht je hem nog niet gedaan hebben, ik ben heel erg benieuwd in welk huis jullie allemaal zitten. En wat jullie Patronus is. Dat vind ik toch wel het leukste om te weten. Laat het me weten in de comments. Nou ja, dat was mijn Wizarding World page. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef deze duim een video omhoog. Nee, geef deze video een dikke duim omhoog. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!